De reggae scene is levendig in Tilburg. Dat ontdekten we tijdens Burendag en tijdens concert van Rastafari in extase. Muziek, muziek, meer dat ze dan mannen. Vandaag hebben we de buurtfeest georganiseerd en ik vind het hartstikke leuk, want ik woon al jaren hier, er is nooit iets hier gebeurd. Dus wat zou ik zeggen, kijk, zo mooi, gezellig, iedereen happy, mooie weer van de heer daarboven, godzijdank. En wij hopen dat het elke jaar zo verder gaat, dat alle buren bij elkaar komt. Eens terug naar de roots. Terug hoe de feesten van vroeger waren. Weinig middelen, heel weinig zeg maar, financiële middelen ook. En toch een leuke feest creëren. Deze feest is puur belangeloos. Dus we hebben geen subsidie gekregen van Oranje Fonds. Maar we gaan volgend jaar op tijd gaan aanvragen. En bij deze willen we het wel iets groter uitpakken. Alle buren hebben we uitgenodigd. De mensen die hier wonen, die kunnen hier gratis kunnen eten en drinken. Maar ze mogen ook hun eigen spullen meenemen. Dus vandaar een terugkoppeling, Burendag en Vrijwilligersdag van Back to Roots. En we hebben goed weer, dus de dag kan niet stuk. Hoe bent u er patent gemaakt dat dit vandaag gaande was? Ik zit hier elke dag als het goed weer is. Vandaar. Ja, ja. En hoe eindigen die feestjes meestal? Gezellig. Ja, we vinden dit een hartstikke leuk initiatief. We komen ook graag altijd hier. Het is lekker buiten, positieve mensen. Ze organiseren van alles, gewoon eigenlijk om de buurt ook een beetje te betrekken. En wij hebben ook het idee van, dat is de power van de reggae. Om mensen te verbinden met elkaar. Maakt niet uit, de ene is donker, de andere blank, de andere is rijk, de andere is arm. Maar samen kunnen we iets van maken. En dat is eigenlijk de verbinding die we hier ook als Rastafari vandaag hebben en voelen. En dat gaan we verder beleven hier, de komende jaren zeker. Ik zie ook dat hier een paar artiesten rondlopen van een band. Kun je daar wat meer over zeggen? Ja, dat is Rastafari. Wat betekent de band voor jullie? Het betekent heel veel voor mij. Ik offer heel veel voor die band. Eigenlijk is het leefwijze geworden voor mij. Het muziek spelen en die reggae. Dus de hele band draait eigenlijk om mij. Of ik om hun. Dus ja, hoe je het zegt, hoe je het eigenlijk. En wat is het gevoel dat jullie willen overbrengen? Het gevoel dat wij willen overbrengen is gewoon het gevoel van saamhorigheid. Dat we met elkaar leuke muziek maken. Die vanuit de saamhorigheid iedereen aanspreekt. Dat is wel belangrijk. Want we laatst ook bij een buurtfeest hier in Tilburg en er waren ook leden van Rastafari. Toen werkte heel erg die samenhorigheid ook al. Ja, zeker. We hebben het altijd heel gezellig in de oefenruimte. En daarbuiten ook bij de optredens. Als er alles wat er georganiseerd wordt, komt ook vanuit de jongens zelf soms. Mansa helpt ons erg met wat optredens. Dus allemaal samen doen het. Wat het voor mij betekent, is dat je gewoon een groep mensen met veel diversiteit bij elkaar kan zetten. En met z'n allen gewoon een leuke boodschap in de vorm van muziek kan overbrengen. En ik denk dat dat heel erg spreekt voor wat onze band ook is. Het is gewoon one family en daar voelen we ons prettig bij. En dat geeft energie. Positive vibration. One love. Rastafari. Bless.